Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator. Nou, ik heb even een routetje uitgezocht. We gaan vandaag rijden. We zijn in Belystok, als ik het goed heb. Belystok. En we gaan rijden naar Krakau. We gaan naar Krakau. Dus we gaan naar beneden. Ja, ik wou eigenlijk omhoog gaan, maar ja. Er is momenteel even geen andere route beschikbaar. Dus we gaan even houtschors even wegbrengen. Laten we dat maar even gaan doen, hè? Ja. Dus, laten we die route maar even gaan rijden. We gaan naar Krakau, jongens. Ja, ik had eigenlijk naar Letland of zo gewild. Dat had me ook wel leuk geleken, maar... Nou. Er was helaas geen andere route. Ja, af en toe dan heb je het wel eens... Het is eigenlijk wel jammer eigenlijk, dat je niet de no collision zone. Oké, nou waar gaan we naartoe? Even kijken waar we naartoe moeten hoor. We gaan er even mooi doorheen, want die grote die zit weer super irritant te doen. Nou, er komt helemaal niks aan. Ik zit helemaal voor Jan met de korte achternaam te wachten. Dus we gaan gewoon... we gaan gewoon rijden. Aflevering 14 alweer, jongens. Het gaat hard. Afleveringetje 14. Dat is kloot, hè? Niet zo snel doorschuiven. Hij schuift veel snel door, hè? Maar goed, in ieder geval, hey, dit hadden we trouwens nog niet ontdekt volgens mij. Ja, nu wel. Ik had gewoon wat gevraagd, of niet? Ik had gewoon wat gevraagd. Ik snap dat helemaal niet. Polen. Dan gaan we daarheen. Kijk, alleen maar ritjes daar naartoe, hè. Niet ritjes daar omhoog of zo. Deze zou nog wel kunnen. Die gaat ook naar beneden. En dat is een Belystok. Dat is niet echt heel erg interessant. Dan gaan we die houtkrullen maar doen. Dan gaan we de houtkrullen maar even doen. Nou, daar gaan we. Waar staat ergens mijn vrachtje? Zo, ik mag wel eens een beetje de rotzooi opruimen hier, want het is een zootje hier, jongens. Oh. Dat is volgens mij mijn lading, of niet? Is dat mijn lading? Lading rijden. Oh, jongens,
wel krappies hier, hoor, jongen. Het is allemaal krappies hier, hoor. Nou, netjes naar achteren rijden en dan naar onder, hè. Zou wel heel erg mooi wezen. Ja, oh maar. Het is hem helemaal niet, joh. Nee, dit is die vracht helemaal niet. Waar staat die vracht ergens dan, jongens? Waar is ergens de vracht dan? Ik weet niet waar de vracht ergens staat, joh. Maar ben ik heel de vracht vergeten. Normaal, ja, kijk, zie je wel. Ik wou wel zeggen, normaal staat er altijd zo'n pijltje onder. Waarom doet hij dat dan niet? Ja. Omdat je gewoon bij de verkeerde lading staat. Dat heb je. Niet tegen de trein aanrijden. Zo. En dan gaan we die kant op. Ook al ik kan hem wel aankoppelen. Ja, ik heb hem al. Kilometer. Ik kon verder helemaal niks aan, dus ik zou zeggen, jongens, gewoon gas op die lolly en ga met die banaan, jongens. Ik moet toch een beetje geld op de plank brengen. Ik heb natuurlijk al die tijd een beetje maar rondlopen tollen. Ik denk, we gaan nou weer eens eventjes een rondje rijden. Te draaien, kom op. Juist, oké. Hoppakee. Gas met dat ding. Dan gaan we weer terug naar Belistock, waar we er net waren. Moeten we weer doorheen rijden, zie ik.
ja. Niks aan, het is nog stil. Het is stil, is het momenteel. Er zijn nogal veel kronkelwegjes en zo. Het is niet echt dat ik op de snelweg een heel stuk moet rijden. Het zijn allemaal kleine kronkelwegjes, zijn het allemaal. Ja, we hebben geen hotel nodig. We kunnen gewoon lekker in onze truck blijven slapen. Ik heb
achter mijn lekker bedje. Ik kan de gordijntjes dicht doen en dan kan ik gewoon lekker tukje doen. Draai ik. Maar goed. Voordat ik dadelijk ineens de macht over het stuur verliest, dan weet je alweer wat er gaat gebeuren natuurlijk. Dat is altijd het vervelende van, hè? Dus ja. Yeah.
hier als goed naar beneden gaan namelijk. Ja, dat klopt wel. Kijk maar, nou maak ik wel 70. En dan gaat hij langzaam gaat hij weer naar de 70. En dan rijd ik zelfs 80 rijden naar zelfs. Jongens, hoppatappatappatappatapp, dat gaat lekker jongens, dat gaat heerlijk zo. Dat gaat echt fijn. Niet te veel sturen. Hoppakee. Dan gaan we dadelijk even een keiharde U-turn maken, zie ik. Een keiharde U-turn moeten we dadelijk maken jongens. Een keiharde U-turn. Daar komt er wel weer iemand aan. Hij doet het niet, ik doet het dan ook lekker niet. Als je niet doet het, doet ik ook niet terug. Als je wel doet het, doet ik ook. Mooi hè, zo ben ik ook wel weer. Wat gaan trouwens die anderen doen? Nou staan er ineens, drie staan er ineens. Achterna of gaan die nou ik weet niet waar ze gebleven zijn, want ze zijn volgens mij de andere kant op gegaan. Nou nog 88 kilometer jongens, daar zijn we er. We hebben ons eerste ritje voor vandaag weer gedaan hè. Dat scheelt altijd. Nou, toch 380 euro'tjes weer. Tik, tik. En betaald. Hoppatee, 67 kilometer jongens. 66 kilometer nog. Nou, we gaan nou langzaam gaan we de goede kant op. Langzaam gaan we de goede kant op. We zijn er bijna. Dan gaan we daar weer even een vrachtje droppen jongens, een vrachtje droppen.
niet. Zo, dat is wel, dat was wel heel erg overdreven wat ik deed. Nou joh, ik mag wel even wat... Hoppakee! Hoe ver zijn we? Hoppa! Level 19 zijn we ook alweer een klein stukje verder. Vrachten vanuit het huidige bedrijf wil ik even doen. Even kijken, we kunnen melk naar Amsterdam nemen. Dat zou wel leuk wezen natuurlijk. Hè? Maar ik wil eigenlijk Letland, maar Letland staat er helemaal nog niet op joh. Letland. Laten we gewoon terugrijden lekker naar Amsterdam. Laten we gewoon weer lekker terug. Het is wel niet mijn stad, maar we zijn in ieder geval weer terug in Nederland. Ja, laten we dat maar doen. We gaan gewoon weer terug naar Nederland, jongens. We gaan weer terug naar ons eigen Hollandje. Ja, jammer dat we naar 020 moeten, maar dat is wel jammer natuurlijk. Maar ja, het zei het zomaar eventjes. Zo. Het kan wel eventjes. Even een slokje nemen nog en eventjes een zelfgedraaid shaggie. Zo, lekker hoor. Doe ik wel even dit. Hi paatjes, hallo. Daar gaan we weer, jongens. 1000, zo. 1074 kilometer, jongens. Oh, dat is wel een aardig stukje. Had ik wel een iets grotere slok drinken even mogen pakken. 1074, maar ja, dan zijn we wel weer thuis. Inmiddels regent het ook weer. Ja, het regent weer, jongens. Het regent weer. Kijk, in één keer goed. Kijk, hier regent het, jongens. Nou nog hier, hè. Dat ik dan net even gedenkt heb. Want het zijn nog wel aardig wat kilometers.
aflevering 13 hebben we al gehad, hè jongens. Aflevering 13 hebben we al gehad. Oh, dan gaat hij wel. Nou gaat hij wel. Ja, ik heb een kaartje bewaard. Maar ja, ik kom hier voorlopig toch niet meer terug, denk ik. Want ik denk dat ik hierna wat anders ga doen. En dat is ook heel erg leuk. Dit. Oh, dit is zo krap dit. Zo fucking irritant. Even kijken of ik dit... Kan ik even wat vrijer even draaien. Weer die kant op maar, want dan kan je wat beter draaien. Zo. Hoppakee. Rij je met die op. Juist, en dan draaien. Dan moet je eigenlijk nog de richting aangeven. Maar ja, dat gaat nou even niet lukken.
omdat ik te druk bezig ben met draaien. En dan krijgen we hier weer een tolweg. Oh, weer een tolweg, jongens. Moeten we weer betalen? Moeten we weer betalen? €49. Jongen. Oké, jongens, losballos. Nou, ik zeg er net van ja, we hebben bijna geen tolwegen meer, maar. Ja, dat dacht ik al. Ik probeer hem nog te herstellen door te stoppen, maar de volgende keer moet ik maar boven mijn rem gaan staan, dat is misschien makkelijker. Ja.
Ja, jongens, lekker rijden, dat is mijn beroep, jongens. Ik ben vrachtwagenchauffeur Marco. Jeetje, wat een rit zeg, hé. Nou, aardig ritje hoor, hé, jongens. Ik denk, ja, laat ik maar eens even terugrijden. Maar dat is toch wel aardig wat kilometers wat je moet wegrijden op zo'n kort stuk. Inmiddels 12 uur al. Ja, we hebben in de ochtendse tijd hebben we al aardig wat kilometers weggereden. Vraagtekentje. Zal we dat even zoeken? Ik wil dat vraagtekentje eigenlijk wel even weten. Wat is dat vraagtekentje? Het vraagtekentje is rechtdoor, hè, volgens mij. Even kijken. Ja, het vraagtekentje is rechtdoor, hè. Ah, wervingsbureau. Oké. Dan weten we dat. Een wervingsbureautje erbij. Dan weten we dat ook weer. Thank you.
we hebben de city van Poznan hebben we achter ons gelaten. Dan gaan we op de grote weg verder. Nou ja, grote weg. De A2. 70 km per uur. Ja, ze zijn nu ook met de weg bezig. Nou zegt hij niet dat ik betaald heb, maar het zal moeten zijn. We gaan in ieder geval gas erop doen. Gas op de lolly, gas op de lolly. Berlijn is nog 191 kilometer trouwens. Nou, geeft je al veel minder aan.
deed. Hij geeft nou al aan dat ik er al om 11:50 ben. Dus ja, nou, kwart over 11. Ja, bijna kwart over 11. Dus ja. Dat is wel lekker natuurlijk. Aflevering maar even in twee delen gaan doen, dus want ja, het is gewoon too much voor één aflevering dit. Jeetje man, wat ellende. Maar dat maakt niet uit, we rijden even 100 kilometer dat we precies op de helft zijn en dan de andere moeten we laten. Hoppakee. Doodstil hier ook, dus. Goh. Maar in Duitsland toch wel aardig wat auto's rijden of zo, maar het is echt
dood en doodstil, jongens. Jeetje, man. Hey! Gelijk maar even volgooien die op, dat, dat ik gelijk weer even verder kan rijden. Brandstof is vol. Nou jongens, ik sta op een invalide parkeerplaats. Nou ja joh, maakt het uit. In ieder geval, dit was hem even jongens. Bram, de volgende aflevering gaan we deze rit afmaken. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zeg jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Abonneer even op mijn kanaal voor meer video's. En ik zou zeggen jongens, de groetjes allemaal. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.